gravitatie en dan met name in het heelal. En jullie zien daarbij staan dat het een keuze is. En ik heb gekozen om hem wel te behandelen. En daar zijn meerdere redenen voor. Omdat we hierna gaan met het hoofdstuk astrofysica bezig. En een hele hoop dingen uit astrofysica. Die hebben een link met deze paragraaf. Dus ik ga jullie daar niet heel erg mee belasten. Met heel veel opgaven maken. Daarom ook maar deze. Er zit er eentje bij. Zeg maar waarbij je de horizon. Of in ieder geval de Schwarzschildstraal. Kunt uitrekenen van een zwart gat. Dat is zeg maar de straal waarbij je als licht zeg maar de sigaar bent. Als je binnen die straal bent, dan kun je zelfs als licht niet meer uit het zwarte gat ontsnappen. Dat kun je uitrekenen met zeg maar de ontsnappingssnelheid die je zeg maar in paragraaf de vorige of die daarvoor hebt berekend. Dus dat is gewoon exact de stof die je zou moeten kunnen. En er zijn nog wat andere dingen. Over hoe wij heel veel informatie uit het heelal krijgen terwijl we er nog nooit zijn geweest. Zeer merkwaardig. We weten van allerlei sterren en planeten en stelsels en dergelijke. Wat de massa daarvan is. En dan komen we ook nog eens een keer op met iets merkwaardigs als donkere materie. Dus dat zijn allemaal dingetjes die ik nu eventjes een klein beetje wil aanstippen. Helaas heel kort. Jij begint zo te wrijven. Maar waarschijnlijk weet jij er meer van dan hetgene wat ik nu ga vertellen. Darn! Oké, het is keuze. Ja, wat kun je ermee, zwarte gaten met gravitatie? Je kunt zwarte gaten mee zien. Je kunt er planeten zouden mee kunnen zien. Laten we even teruggaan naar iets wat we kennen. Zon. 8 planeten. Oké, die planeten die kunnen we waarnemen. En dat is puur omdat de zon, die straalt dus licht uit. En als je naar buiten kijkt... als het donker is, dan zul je soms een, ja, dat noemen wij sterren, zeg maar die dingen die zo fonkelen aan de hemel. En soms zie je een ster die echt wel heel fel is. Heel vaak is dat niet een ster, maar is dat een planeet. Gewoon een enorm, huge brok materie waar de zon op schijnt en dat straalt terug. Nou, hij is vrij groot, is vrij dicht bij ons. Die sterren, de echte sterren die zelf licht uitstralen, die staan over het algemeen echt heel stuk veel verder dan zeg maar, die planeten. Die planeten zijn daardoor relatief groot. En zeg maar de hoeveelheid zonlicht die erop terug stuitert, is dan ook veel feller. En daardoor zien we echt een hele felle ster zie wij dan staan. Dus dat is de planeet. Die kunnen we dus zien. Dus het terugkaatsen van licht. Nou is het zo dat de zon is een ster. En er zijn heel veel sterren aan het firmament. En die sterren daaromheen, net als bij de zon, gaan ook weer planeten omheen. En om aan te geven dat het niet planeten uit de zon zijn, wij noemen het dan exoplaneten. Exo, van exo dus, en in ieder geval naar buiten toe, buiten ons zonnestelsel. En als je zegt, van, nou wat zijn nou exoplaneten? Ja, dat heb ik je net verteld, maar je kunt bij Binas nummertje 23G... Daar is zo'n lijstje, daar hebben ze een aantal exoplaneten en dan kun je, ja, daar kun je naar kijken. Heel veel van die exoplaneten, die kun je niet zomaar zien. Want als ik hier een ster heb en er is een exoplaneet hier, dan zie je dus wel dat zeg maar, die ster, die is dus net als de zon aan het uitstralen. En er stuitert wel wat licht op die exoplaneet. Maar ja, als je een ontzettend felle zaklantaarn hebt en je kijkt in die felle zaklantaarn en er is ook nog een heel klein dingetje wat ook een klein beetje licht ernaast geeft, dan zie je dat kleine dingetje niet. Dus, we zullen een andere truc moeten verzinnen. Dit ding, net als onze planeten, die gaan om hun ster heen. En die komen dan hier of die komen hier langs. Ik weet niet waarom ik hem scheef heb getekend, waarschijnlijk mag ik hem ook zo tekenen. En op het ogenblik dat ze hier voorbij komen, zie je... dat ze het licht blokkeren van die ster naar ons toe. En dan zien we een zwart stipje, dat zien we zo steeds verder. Uiteindelijk, hop, plakee, dan is die weer weg. Zien we geen zwart stipje meer. Als je dus ziet dat dat zwart stipje komt, en dan na een bepaalde tijd zie je datzelfde zwart stipje, of dezelfde diameter en dergelijke, zie je weer. Dan denk je, hey, dat zal wel dezelfde planeet zijn. En dan heb je de T te pakken. De T van het zwarte stipje. Je kunt ook zeggen... Tenminste, als je echt goede apparatuur hebt, van normaal gesproken is die ster die is zo fel. En dan ineens heb ik er een
zwart vlekje op. En dat zwarte vlekje dat zorgt ervoor dat de intensiteit die ik meet wordt lager. Er wordt minder fel. Dan kun je dus die felheid die je niet meer, die je mist, die kun je dus relateren aan de diameter van het ding. Als dit ding zeg maar een bepaald oppervlak heeft ten opzichte van die hele ster, zul je dus zien dat er zoveel minder straling doorkomt, want dat houdt hij tegen. Dus kun je zeggen van nou, ik heb de diameter van de ster. Dan is er nog iets wat je kunt doen. Je kunt van die ster, zou je de massa kunnen. Dus massa, ster. En die zou je kunnen relateren aan zeg maar de massa. Hier is een puntje. Massa van de zon. Oké. Nu gaan we even heel snel die stap maken naar dat andere hoofdstuk wat we gaan doen. Astrofysica, daar krijg je een of ander heel vreemd raar diagram. En terwijl ik het zeg, ben ik vergeten hoe dat ding ook alweer heette. Hertzsprung-Russell-diagram. Leuke naam, hè? Hertzsprung-Russell-diagram. En met dat Hertzsprung-Russell-diagram, daar hebben ze allerlei sterren hebben ze ingezet. En dan blijkt dus dat aan de hand van zeg maar hoeveel straling die uitzendt, kun je ze een beetje rangschikken op lijnen van groot dezelfde massa. Of de massa, die kun je in ieder geval ten opzichte van elkaar vergelijken. Dus eigenlijk kun je al ten opzichte van die straling die dus uitstraalt, kun je al een indicatie maken van de massa van de ster. En wat was nou het leuke, als je de massa van een grote ster weet, wat zei meneer Kepler daar ook alweer over? Ik ga even spieken, maar er was een of andere formule, weet je wel, iets met een R en een T, toch? Of de T en de R? T kwadraat gedeeld door R tot de macht 2. Wat was het? T kwadraat? Ja. Ja, T tot de tweede, R tot de derde. Is. Was een constant iets? T. Ja, dat was iets met. Is het 2 pi kwadraat, 4 pi kwadraat gedeeld door GM? Dat was dat GM. 4 pi. Oh ja. Kwadraat. Dus als je de massa van dit ding dus kunt vaststellen of benaderen. Want je bent toch een beetje aan het gisteren aan het gokken in de grote lijnen. Dan kun je dus van deze planeet, dit stipje hier, kun je dus uitrekenen hoe ver die precies van die ster af is. En als je weet hoe ver die van die ster af is, kun je beredeneren wat de temperatuur is van die ster. En of wij daar als mensen zouden verbranden, of wij daar zouden bevriezen, of er vloeibaar water is of niet. En zodra er vloeibaar water is, kunnen we daarop leven. Yeah, vloeibaar water is gaaf. En dan hebben we weer een planeet ontdekt waar we eventueel na zoveel lichtjaren aan zouden komen en daar kunnen vluchten als hier de aarde een of andere grote verschrikkelijke lamp. Maar een lichtjaar is nog een cyclaan. Dat is cyclaan, ja. Dus wij kunnen daar nu nog niet komen. Maar elke dag worden er, of elke week of elke maand, ik weet niet, maar vrijdag, maandag, dan hebben ze weer wat gevonden. Ze zeggen, hey, we hebben weer iets met vloeibaar water en dat komt dan weer de krant en dan lees je dat en oh, dat is gaaf. Hoe lang duurt dat? Oh, dat ga ik niet redden in het leven. Nee. Maar het zou zo kunnen zijn dat we op een bepaald ogenblik erachter komen. Zeggen? Dan moet je al voortplanten daar naartoe. Voortplanten zou je daar naartoe moeten gaan. Zoals bij Interstellar was geloof ik het verhaal dat de aarde die kon niet meer voldoende produceren en dergelijke. En dan ja, dat rampscenario zou kunnen voltrekken. Dat je zegt, nou jongens, we hebben echt een groot probleem. We weten dat over 100 jaar zeg maar, deze aarde ons niet meer kan houden. Of de aarde gaat gewoon stuk of sterft. Dan moeten we met z'n allen zeg maar, in een raket en dan gaan we naar een van dit soort planeten toe. We kunnen niet nog een andere planeet vasten. Niet nog een? Nou, oké. Wat is het alternatief? Oké, dus hiermee kun je dus al heel veel informatie halen uit die sterren. En die Kepler, ja, die was dus met die gravitatiewetten was dus bezig. Die heeft deze formule uitgehaald. Dus hiermee kunnen we dus weten of een planeet wel of niet geschikt zou kunnen zijn in theorie om daar te gaan wonen. Even een klein stukje uitvegen. We weten dat we zeg maar iets met zwarte gaten. Ik heb hem hier niet bijgezet. Maar wat er gebeurt is zeg maar als je in ons sterrenstelsel gaat kijken. Dat kun je eigenlijk vergelijken met als je zeg maar de badkuip zo het stopje zo eruit haalt. Dan gaat het water, dat gaat zo. Zo in het midden gaat hij er zo uit. Dat midden kunnen wij niet zien.
Dat midden kunnen we niet zien, want er zaten allemaal ja, wolken, zo'n zooi zit ervoor. Maar door die zooi kunnen wij dus wel bepaalde andere stralen. Dus zichtbaar licht komt er niet doorheen, maar we zien dus wel radiostralen. Radio en röntgen. En er komt ook nog iets van infrarood. Infrarood. Nou, dit hier komt van een bepaalde plek af, de vrij sterke straling. En ja, dat noemen we dus de, ga ik natuurlijk hartstikke fout schrijven, Sagittarius. Is het met twee R of zo? Sagittarius. Nou, whatever, jullie zoeken maar op. Sagittarius A, met een sterretje geloof ik. En daar komen dus deze dingetjes uit. Als we gaan kijken, zien we ook nog via dat infrarood, sterren die infrarood uitzenden, dat kunnen we opvangen. En we zien dat die infrarode straling, die sterren, die zijn eigenlijk vrij korte banen aan het maken. Net als zeg maar alsof je een badeentje in je bad hebt en dat badeentje dat is bijna bij die kolk en die gaat zo steeds sneller. Daarmee kunnen ze positioneren waar dat ding is. En vervolgens aan de banen kunnen ze dus uitrekenen wat precies de massa is. Hè? Ook weer met die, ik ben het maar uitgegeven, met die Kepler. Kun je de massa, en wat was het, iets van 140 miljoen? Of 40 miljoen, in ieder geval echt een idioot grote hoeveelheid keren de massa van de zon. 4,5 miljoen. Hoeveel? 4,5 miljoen zonmassa's. 4,5? Ja. 4,5 keer 10 tot de zesde keer de massa van de zon. En dat nog eens een keer op een heel klein stukje plek. Dus eigenlijk heb je daar een dingetje, en dat noemen we dan zwart gat. We hebben een dingetje wat een enorme massa heeft. En een beperkte diameter, diamassa ongeveer 1 lichtdag. Dus voor ons is dat enorm, want dat is zeg maar de afstand die licht in 24 uur aflegt. Dus we hebben licht gaat met snelheid van 3 keer 10 tot de 8e meter per seconde en dat 24 uur lang. Dus dat is echt enorm. Maar dat zit dus in dat ons zonnestelsel. We hebben hier zo'n soort... Dat is een zwart gat. Dat is zo groot. Ja, zo groot zwarte gat en een enorme onvoorstelbare massa. En dat ding dat ziet er een beetje zo uit en wij zitten zo hier. Gaan we zo uiteindelijk over zoveel miljoen jaar, zullen we waarschijnlijk ook in dat doucheputje belanden. Nou, wie dan leest, die dan zorgt. Misschien bestaan we dan al lang niet meer. Maar dat hebben we ook weer gewoon gedaan aan de hand van die gravitatiewetten. Nou, wat kunnen we dus berekenen hiermee? We kunnen berekenen wat zeg maar de straal van dat ding is. Want dat is natuurlijk de vraag van hoe weten jullie nou hoe groot dat ding is? Nou, Dinas gaat even weg. Nou, stel je voor, we nemen een zwart gat. Een zwart gat is eigenlijk, ja, je denkt het is een plat ding, maar het is gewoon een bolletje, zeg maar. En dat bolletje dat heeft de horizon in het midden, ja, dus het middelpunt. En dat wordt dan singulariteit genoemd, omdat daar iets vreemds, geks, raars, singulair, dat nou, als je singulair bent, ben je een beetje vreemd. Singulariteit. Dit is een bol, dus horizon. Horizon. En deze hier zo, dat is die straal. Dat is de straal van dat zwarte gat en dat noemen ze de Moet ik even kijken hoe die precies heet. Schwarzschild. Schwarzschild. En die kun je uitrekenen. Die kun je echt super, super simpel uitrekenen. Nu denk je van nee, dat kan niet. Maar we weten eigenlijk een aantal dingen. We weten wat de V-ontsnapping is. Yep. Hebben jullie een formule van mij voor gekregen? En dat was VO is gelijk aan 2GMR. Weet je nog wel die exercitie die ik deed van hoe hard moet je rennen om zeg maar zo een gebouw omhoog te rennen dat je zo de aarde afkomt? Daar kwamen we hierop uit. Als we zeggen van het licht kan net niet net wel ontsnappen, dan zeggen we dus die V
V is gelijk aan C. Nou, dit gaan we gewoon uitwerken. En onze vraag is natuurlijk, wat is R? Nou, eigenlijk is het niks anders dan we doen. C is gelijk aan de wortel over 2gm gedeeld door R. Nou, die gaan we ontwortelen. C in het kwadraat. He? Nou, de R die moet daar naartoe. R is gelijk aan 2gm gedeeld door C in het kwadraat. Het betere letterrekenen. Leuk. Yes? Nou, dan hebben we. That's it. Meer is het niet. Je moet alleen weten, wat is de massa van het zwarte gat? De G die haal je uit de binas. Oké. Ik ga nog één ander dingetje vertellen. En het gaat namelijk over die donkere materie. Waarom zitten wij de hele tijd zo te zaniken over die donkere materie? En er is nog zoiets, donkere materie. Er zijn mensen die zeggen van, we weten heel veel, maar eigenlijk weten we maar zoveel procent niet. Ja, dat is zeer bijzonder als je dat zegt van, ja oké, hoe weet je dat nou? En als je dan zegt van, zoveel weten we dat niet, is dat in aantallen, is dat in volume, is dat in massa, is dat in weet ik veel. Dus het is één grote, ja eigenlijk zeg je daar helemaal niks mee, want voor natuurkunde moet je altijd de eenheden zeggen. Dus weet zoveel procent niet. Dus, ik heb geen idee wat jullie nou precies tegen mij zeggen. De gravitatielens. Gravitatielens. Oké, lenzen weten jullie. Stel je voor, we zijn weer terug in het stenen tijdperk. We hebben nog wel de pijl en boog ontdekt. En we gaan een vis jagen. Lekker eten. Lekker. Sommigen vinden vis niet lekker, maar sommigen vegetarisch. Maar toch gaan we een vis eten. En die vis die gaan we schieten met onze pijl en boog. En we zien daar zo, die vis zien we zo zwemmen zo. En een vis, jij hoort bij mij. En we schieten zo recht in de bodem en niet in de vis. Hé, wat gebeurt? Breaking point. Ja? De breaksindex. Inderdaad, dus precies hetzelfde als zeg maar als je een glaasje thee gaat drinken. En je hebt hier zo een beetje water en je ziet zo die lepel die zie je staan. En ik ga hem nu waarschijnlijk compleet verkeerde kant op knikken. Maar dan zie je dus dat die lepel ofwel zo geknikt zit, zo. Ofwel juist de andere kant door. Ik dacht dat hij zo was. Er zit een knik in dat ding. Dus ook die vis, waarvan jij denkt van nou die zit waarschijnlijk hier, die zit ook op een andere plek. Dus jij zit lekker hier zo te schieten, maar die vis die zit daar. Omdat zeg maar die lichtstraal... Die komen allemaal lichtstralen. Jij zit hier met je hoofd zo te kijken. Zo. Die lichtstraal die op die vis zo van de zon komt, die komt hier zo. En die knikt dus naar de normaal toe. En jij denkt, oh die vis, die zwemt gewoon natuurlijk hier zo. Ja, is bekend? Of je drinkt geen thee? Nou, dan werkt het natuurlijk niet. Maar stel je voor, je gaat naar de lucht kijken. Je bent iemand die gewoon geld krijgt om alleen naar de lucht te kijken. Die zijn er. Ja, jij krijgt er geen geld voor, maar er zijn mensen die... En je staat hier zo op de aarde en je staat zo te kijken zo. En je ziet dat er een ster is. En die ster, hij moet een ster zijn, want een ster geeft licht. En als het geen ster is, dan kun je hem ook niet zien. En dan op een bepaald ogenblik, je ziet dus dat ding een bepaalde snelheid heeft waarmee die zich verplaatst. Wij verplaatsen ons, maar wij denken dat zo is. Nou is er een ander hemellichaam dat er zo aankomt. En we hebben die snelheid, die hebben we gewoon heel duidelijk. We zien dat die zo gaat, zo. Zo, zo, zo. En eens komt die in de buurt van een grote planeet of iets. Of een cluster van heel veel sterren. En dan ineens blijft hij stilstaan. Dat ding is in de buurt en hij blijft stilstaan. En dan ineens zien we dus dat als dat ding weg is... Dan blijft hij nog steeds stilstaan. Hij zit er even achter en dan blijft hij stilstaan. En dan als dat ding weg is, dan gaat hij weer normaal bewegen. Onderlinge aantrekkingskracht. Onderlinge aantrekkingskracht. Ja, dat zou mogelijk zijn. Hè? Maar alleen als je zo gaat kijken, dan zie je soms dat dit dingetje en dat dingetje... Die staan zo ver van elkaar dat ze elkaar niet echt aantrekken. Ja. What?
Wat is dit? Wat is dit? Er is nog een ander fenomeen. Ga ik nog eventjes niet. Dat zijn de Einstein-ringen. Zo snel dat je het ziet. Nee, wat hier gebeurt. De lichtstralen worden gebogen. Want meneer Newton vertelde iets over E is mc kwadraat. Dus licht is ook een soort van energie. Is ook een soort van massa. En zeg maar, die massa die wordt natuurlijk aangetrokken door de gravitatiekracht. Maar kennelijk wordt licht, die valt daar ook onder. Dus als ik hier een ster heb en ik zit zo te kijken zo. En ik zie die ster hier zo staan. Yeah, niks aan de hand. Totdat dat ding hier zo voorbij komt. En deze die beweegt zich een beetje die kant op zo. Dan zullen die lichtstralen, die zo alle kanten op gaan. Die zullen normaal gesproken zo die kant op gaan. Maar die worden een beetje omgebogen. Hoppakee, die worden hier gebogen. Die vallen als het ware om die planeet heen. En ik denk natuurlijk van nou, jij staat nog gewoon hier. Dus licht wordt omgebogen. En dit object hier, dat grote zware object, dat werkt een beetje als een lens. Als die vis die we daar zien, maar stiekem zit die op een ander plekje. Een soort van water. Ja, dat, ja. Dus je kan ook licht een soort slalom afleggen. Als je er allemaal, ja, dat kan. Als je er allemaal planeten zo... Dan kan je alsnog iets zien, maar dan zitten die planeten er zelf voor. Nou, je kunt zeg maar dat ding verschuilen achter een planeet, maar doordat dat licht wordt omgebogen. Ja, maar stel dan aan de kant zit ook allemaal planeten. Hoe bedoel je? Ja, als je daardoor dus die slalom krijgt, ja, dan krijg je toch uiteindelijk dat ding toch iets zien? Nee, ja. Kun je het licht een rondje laten draaien? Dat zou in principe kunnen, ja. Het zou kunnen. Zo enthousiast. Ja. Oké, ik ga nog iets anders doen. Ik ga nu even naar de... Want ik heb nog steeds niet over die donkere materie en dergelijke. Ik ga nog één ander dingetje doen en dan ga ik donkere materie doen. Stel je nou voor, ik ga even deze lelijke pruttel ga ik zo weghalen. Stel je nou voor dat ding staat hier, we denken dat die hier staat. Er zal een moment zijn dat die ook vanaf de andere kant te zien is. Als die er precies achter staat. Een lichtstraal die zo die kant normaal staat, die kan ook zo komen. Ik heb twee lijnen, maar ik heb het nu over een plat vlak. Maar stel je voor dat dit zeg maar een ding is en een 3D ding, een bolletje. En dat ding dat zit precies achter mijn hand. Dan komt hij hier zo, daar zo, daar zo. En dan lijkt het net alsof er een complete ring is. Dus niet twee lijnen, maar in 3D zijn dat heel veel lijnen. En dan zit er ineens een ontzettende lichtvlek zit er achter die planeet. En dat noemen ze de Einstein-ringen. Totdat die een stukje verder is, dat deze stralen niet meer worden afgebogen. Ja, die worden wel een klein beetje afgebogen. Maar die komen niet bij mij, maar die komen bij mijn buurman. Dan zie ik alleen nog maar aan deze kant. En vervolgens zie ik dat die nou weer gewoon zijn normale gangetje doorgaat. Oké, dit hier, die mate van afbuiging. Die vertelt mij iets over de massa van dit ding. Als ik hier, ik had het nu even over een planeet, maar als ik hier een cluster van sterren en stof en wolken en zoiets heb, dan kan ik zeg maar die afbuiging gebruiken, maar er is ook nog iets, zeg maar bepaalde van die lichtstralen die komen hier dwars toch nog wel doorheen. En hier komt zeg maar al het licht. En hetgene wat hier doorheen komt, jullie weten van die spectra en absorptiespectra en emissiespectra. Als hier bepaalde, Mees, je maakt me een beetje gek. Je draaien maakt me een beetje gek. Okay. Als hier dus zeg maar bepaalde golflengtes in blijven hangen, weet je wat voor materie het is. Je weet ook hoeveel het is. Dus dan kun je op basis van wat hier blijft hangen, kun je een massa berekenen. Benaderen. Dan blijkt dat deze massa en die massa, daar zit een verschil tussen. Dus hetgene wat je hier uitrekent en hetgene wat je daar uitrekent, daar zit een verschil. Dus er zit kennelijk meer massa in die de buiging veroorzaakt, dan de massa die wij kunnen waarnemen op basis van de straling die gefilterd wordt. En dat is een groot
Vraagteken. Ja, wat is dat nou allemaal? En dan zeggen ze, ah, weet je wat? We call it dark matter. Dat is een van de Engels sprekende persoon die heeft dat dan dark matter genoemd. Ik weet het niet, dus dan dark matter. En dat is eigenlijk, ja, er zit kennelijk iets wat zorgt dat die lichtstralen wat meer buigen. En dan heb het. Sorry. Dat is, hey, klaar. Opgelost. Dark matter. We weten niet wat het is. Helemaal niks. Nou, er zijn wel allerlei theorieën over en dat moet allemaal bewezen worden. En hypotheses moeten dus of gefalsifieerd worden of zeg maar bevestigd worden. En daar is nog flink wat onderzoek naar. Maar goed, op deze manier die ik vandaag allemaal heb behandeld met jullie, zijn dus heel veel stukken informatie te halen uit ja, stukken steen die in de ruimte zweven of sterren die in de ruimte zweven, waar we nooit of te nimmer überhaupt zullen komen. Maar we weten wel ontzettend veel van. Yes? Dit wilde ik jullie meegeven over deze paragraaf. Dankjewel.